basisschool De Borg in Zuidhorn, waar de jongsten begonnen aan een nieuw en in sommige gevallen eerste schooljaar. Een avontuur. Spannend vonden ze het allemaal. Ja. Er zitten ook een paar nieuwe kinderen bij die net 4 zijn geworden of die van een andere school komen en hier naartoe. Ja, dat is toch allemaal heel spannend. Die kennen de andere kinderen ook niet, kennen mij nog niet, de school niet. Dus dat is allemaal heel spannend. Ik zei tegen haar, als ik weg mag gaan, dan zeg je dat maar. Ik zei, en als alle papa's en mama's weg zijn, ik zei, dan gaat mama sowieso weg. Best goed. Ja, ze is wel wat gewend. Dus, ja. Oké, maar zij is wel wat gewend. Maar zie jij er tegenover om haar hier alleen achter te laten? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb me een paar dagen vrijgenomen, extra daarvoor. En dus als het nodig is, dan ben ik in de buurt, zeg maar. En de spanning is er ook bij de kinderen die al een jaar schoolervaring hebben. Zij hebben opnieuw naar deze dag toegeleefd. Ja, 's nachts wakker, vanmorgen 6:15. Dus met welletjes naar school op de eerste schooldag. Oh, maar je durft er wel achter te laten? Ja hoor, zeker. Ja, gaat helemaal goed komen. Naar Frankrijk? Oh, en jij dan, Saske? Ik ben ook naar Frankrijk geweest. Sorry. Ilse? Nee. Oh, jij ook naar Frankrijk? Ja. Allemaal naar Frankrijk? Ja. Uiteindelijk voelt iedereen, zoals elk jaar, wel zijn plekje. Maar het blijft een bijzondere dag.